Het personeel van het NIMOS is vanmorgen in actie gegaan, omdat ze nog steeds wordt uitbetaald tegen een koers van minder dan 5 SAD voor een US dollar. Dino Supraien, bondsvoorzitter bij NIMOS, zegt dat het loon van het personeel is geïndexeerd, wat inhoudt dat ze uitbetaald worden in de tegenwaarde in SRD's. De bond eist dat de koers die wordt gehanteerd bij de uitbetaling aangepast wordt. Ook gewoon vanwege het feit dat ze geen secundaire voorzieningen hebben. Zij betalen alles bijna zelf. Hun medische dingen betalen ze de helft. Voor hun kinderen betalen ze 100%. Dus u begrijpt, met alle kosten moeten ze meer gaan uitgeven. En de mensen worden niet volgens afspraak betaald. Dus is men eigenlijk vanaf die tijd bezig met de directeur. En de directeur... Kom maar niet over de brug. Ik moet zeggen dat daarom ook een bond is opgericht. We zijn opgericht op 14 februari 2020 om dit gedeelte door te trekken. We hebben een paar keer met de directeur gesproken. Er is correspondentie geweest. Maar hij wil een koers van 7 zoveel geven. Maar de mensen zeggen... Vooral vandaag aan de dag met die unificatie, dat een beetje moeilijk loopt. Men wil wel inleveren, men is wel bereid om in te leveren. Dus men zegt ook over die 14 voorlopig nog niet te hebben, maar we willen wel iets redelijks hebben. Maar de directeur wil niet daarover onderhandelen. Supraien zegt dat de actie van het personeel doorgaat totdat er onderhandeld is met de directie en eventueel met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ons doel is dat we gaan onderhandelen over een betere koers voor de mensen en dat de secundaire voorzieningen worden geregeld. Tot zover Dino Supraien, bondsvoorzitter bij NIMOS. De bond is nog niet ontvangen door de directie.